Beste aanwezigen en iedereen die met ons meekijkt. We kijken uit naar een heerlijk avondje waarin Bach ons met zijn muziek verrijkt. Daar waren we echt wel aan toe met al dat coronagedoe. Want het valt niet mee voor ons als bestuur in deze tijd waarin de maatregelen bijna veranderen per uur om steeds weer alternatieve plannen te bedenken die ons de vreugde van Bachs muziek kunnen schenken. Helaas is het zingen van het koor er nog niet bij, maar we zijn al heel erg blij dat we nu met 4 solisten een cantate kunnen uitvoeren om ons door Bach te laten ontroeren. Alle gegevens vindt u in het programmablad, te downloaden via de link die in de e-mail zat. Wel is er een andere speler van de Hobo Namore. Harre Meijer zal dit instrument laten horen. De cantate zal door Emmanuel Overbeke worden ingeleid, maar natuurlijk pas nadat Gerrit met u het slotkoraal heeft ingewijd. Thuis kunt u dan uit volle borst meezingen, terwijl we hier in de Geertekerk kampen met coronabeperkingen. We houden ons aan het dringende advies, geen koorgezang, zo is het devies. We hopen dat u deze uitvoering zal plezieren en dat u de vioolkist zal vullen via internetbankieren. Of wie hier lijfelijk aanwezig is, loopt dan vooral de vioolkist niet mis. Want net als bij Sint groeit ook bij ons het geld niet op de rug. Met uw steun zien we u graag bij een volgende cantate weer terug. Of dat zal zijn virtueel of hier in de Geertekerk, dat is vooralsnog giswerk. We gaan in de komende tijd met een virtueel cantateproject van start. Dat zal zijn via Zoom en met de verschillende stemmen apart. Met als uiteindelijke doel dat we hier weer samen mogen zingen en spelen, we weer met elkaar de muziek van Bach kunnen delen en samen de ingestudeerde cantaten kunnen laten horen, zonder dat coronamaatregelen ons daarin storen. Het bestuur wenst u een fijne kerst en feestdagen en voor nu dat de muziek u zal behagen. Ik doe niks op rijm, want Bach heeft dat al voor mij gedaan. Of dat wil zeggen zijn tekstdichter S, in dit geval van het slotkoraal, dat ik met u mag instuderen. Dat gaat nu online, dus wij zingen en spelen elke partij 1 keer voor. En u zingt het dan netjes achter uw computerscherm na. Mocht u nog niet de bladmuziek hebben opgezocht, dan moet u nu deze livestream even op pauze zetten en dan de bladmuziek opzoeken en dan kunt u daarna weer op play drukken. Ik wens u daar heel veel succes bij. U hoort de sopraanmelodie. Dat nog een keertje met u, maar u heeft net al kunnen meezingen, dus dat heeft nu geen enkele functie. Ik hoop dat u genoten heeft van Anna Julia, onze sopraan. De altpartij wordt gezongen door Merel en let u goed op als u alt bent. Thank you.
tekst van dit koraal. Het is niet al te gezellig. Het gaat over mensen die worden geteuterd. Of altijd mensen die worden erkrenkt. Dat horen we natuurlijk niet graag, maar zo is het helaas. De tekstdichteres, Elisabeth Kreutziger, als ik me niet vergis, maar ik zal me vast vergissen. Die bedoelde eigenlijk niet te zeggen krenken, die bedoelde te zeggen teuten. Want dat rijmt in het Duits op Güte. Dat snap ik ook niet, maar dat schijnt zo te zijn. En het gaat er niet om dat er mensen daadwerkelijk sterven, maar dat mensen overdrachtelijk sterven als zij gedoopt worden en dan weer nieuw opstaan, lekker schoon en vrij van zonde. Dus het is allemaal iets minder erg dan u misschien denkt. André gaat ons verblijden met de tenorpartij. Over de baspartij. Janko gaat ons verblijden met de baspartij, gesteund door het continuo. Afspelen als u wilt, totdat u het koraal uit uw hoofd kent. En als u dat kent, dan mag u het vierstemmig zingen. Nou, dat wil zeggen, wij zullen het vierstemmig zingen. U mag met één stem genoegen nemen. Als u een vaste bezoeker bent van deze concerten, dan zult u vast hebben gemerkt dat de kantaten van Bach vol zitten met allerlei conventies. En als je een nieuwe kantate hoort, dan hoor je vroeg of laat al die conventies voorbij komen. Maar Bach zou Bach niet zijn als hij in elke kantate met die conventies wel iets eigenzinnigs deed. En soms was dat ongewone niet omdat hij dat wilde, maar omdat hij dat moest van zijn opdrachtgever of omdat de omstandigheden hem daartoe dwingen. En dat geldt ook een beetje voor deze kantate. Deze kantate is gecomponeerd, nemen wij aan, in 1715.
Bach werkte toen in Weimar. Hij was daar hofmuzikus. Geen kerkmuzikus, maar hij moest wel af en toe religieuze muziek schrijven. We nemen aan ongeveer 1 kantate per maand. Zijn productie in Weimar aan kantates was veel lager dan later in Leipzig. Hij was daar hofmuzikus. Dat hof had een eigen orkestje. Dat was misschien wat kleiner dan wat u hier ziet, maar ongeveer die bezetting. Hij was in Weimar bovendien bevriend met de tekstschrijver van deze kantaten, Salomon Franck. Dat was een bibliothecaris, jurist. Bach heeft heel veel teksten van hem gezet. Bijna alle teksten, alle kantaten uit zijn Weimarse tijd zijn op teksten van Franck. En dat Franck was iemand die in zijn teksten zeer de nadruk legde op de eenheid van mens en God. De geloof was een vorm van eenwording en dat wat inspireerde Bach tot zeer eigenzinnige muziek. En dat kunt u ook horen in deze kantaten. De kantaten is in meerdere opzichten eigenzinnig. U ziet, er is geen koor, want Bach heeft geen openingskoor geschreven. Waarom weten we niet, maar in ieder geval, daar moeten we mee doen. Er is ook geen slotkoor, dus u kunt niet meezingen, zou je denken. Maar die zin, er is geen slotkoor, dat is niet helemaal waar. We hebben niet de muziek, maar wel de tekst. En de vraag is dan, welke muziek hoort daarbij? Daar doen verschillende ideeën over de ronde. Ik heb bij mijn speurtocht verschillende mogelijkheden ontdekt. De een zegt kantate 93, de ander zegt 164. Zekerheid hebben de kenners blijkbaar niet. Maar er is een manier om dat probleem, laten we zeggen, plausibel op te lossen, zal ik maar zeggen, niet met zekerheid. Er is een tekst die heeft een opbouw en een ritme. En in die tijd hadden heel veel stukken een vaste muziek erbij. Of je kon afgaande op het ritme van de tekst ook raden welke muziek erbij hoorde. Dus op grond daarvan kun je met enige voorzichtigheid vermoeden welke muziek erbij hoort. En op grond daarvan kun je een keuze maken. Zekerheid hebben we niet, helaas. Wat u hoort is afwisselend. Aria, recitatief. Dat is gebruikelijk bij cantates, maar Bach doet natuurlijk iets bijzonders daarmee. Neem het eerste deel, dat is een aria. En in een van de commentaren kwam ik de opmerking tegen dat Bach zeer verrukt was van het woord in de tekst. Dan moet ik even spieken. De Messias. En ook glauben. En dan is het interessant om na te gaan hoe Bach daarmee omgaat. Dat zijn voor Bach de sleutelwoorden van de tekst. Wat doet hij daarmee? Hij schrijft een uitgebreid versieringachtige melodie in de tekst. De muziek is heel prominent. Dus je zou bijna zeggen, de tekst staat centraal. Dat is het sleutelwoord van de tekst. Dus je verwacht dat de tekst dan voorop staat. Maar dat krijg je juist niet. De muziek staat voorop. En dat verwacht je misschien niet, bijvoorbeeld bij Schubert, maar het is niet raar bij Bach. Bach had als motto, je moet God dienen met alle middelen die je hebt. En Bach was een componist, dus in de eerste plaats een muzikus, weliswaar ten dienste van het God, maar ook een muzikus. Dus hij wilde die tekst bijzetten met alle muzikale middelen die hij heeft. Wat u ook hoort is een aria, het is ook niet toevallig geen lied. In een lied is over het algemeen de tekst zo beter te verstaan dan in een aria. Dus weliswaar is de orkest klein, dus de zangstem is goed te verstaan. Maar Bach houdt ervan om de tekst te verknippen. Er zitten lange periodes bij zonder zang. Soms staat hij heel lang stil bij één woord. Het orkest speelt een vrij complexe partij, dus hij dient God op zijn manier, namelijk door de muziek voorop te zetten. Nou, dan krijgen we het tweede deel, dat is een recitatief. Daar gebeurt ook iets opmerkelijks. Daar zitten ook wat sleutelwoorden in, voor Bach en ook voor Franck. Dat geldt met name het woord glaubensbaan. En als u straks let op de manier waarop Bach dat op muziek zet,
dan merkt u dat Bach dat woord extra nadruk geeft door juist daar de lettergreep heel lang te maken, door een uitgebreide melisme op die tekst te zetten. Dus hij zet het woord voorop door juist de muziek voorop te zetten. En een andere bijzonderheid van deze recitatief is dat er middenin een soort aria-achtig deel zit, een arioso, dus dat wil zeggen veel meer met een lopende beweging dan de andere delen. Dus ook daar doet Bach alle moeite om God te dienen, juist door de muziek voorop te stellen. Dan komt er een derde deel, weer een aria. De conventionele aria in Bachs tijd had de vorm ABA, dat wil zeggen de tweede A is dan een herhaling van A. Dat is in dit geval een beetje lastig, want A begint met de tekst weer bis du. Nou, die vraag wordt beantwoord in B. En dat B-gedeelte, dat is ein Kind des Zorn in Satans Netze. Ja, als de vraag beantwoord is, dan heeft het weinig zin om die vraag daarna nog een keer te herhalen. Dus wat doet Bach? Hij neemt dat instrumentale begin van A en het vervolg van A laat hij weg. Dat is gewoon een ingreep die door de tekst bepaald is. Dan komt er het vierde deel, weer een recitatief, dit keer voor de alt. En dat is een tekst waarin ook weer een aantal sleutelwoorden centraal staat. Centraal staat het thema dat alleen de genade de mens kan redden. En ook daar doet Bach wat hij ook in eerdere delen van de tekst doet. Als in de tekst sprake is van sleutelwoorden, dan is de muziek op zijn ingewikkeldst, het volst, het ook complext, zodat de luisteraar bijna vanzelf wordt gedwongen om meer te letten op de muziek dan op de tekst. Je zou denken in een meer populaire stijl heeft de muziek een dienende rol, maar hier dient de muziek God, dus de muziek staat voorop. Zo dacht Bach. Dan komt er het vijfde deel, weer een aria. Dat is niet alleen voor orkest met een zanger, dit keer een alt, maar er is ook een zeer prominente vioolpartij. En zoals wel vaker in aria's met een prominente partij voor een instrument uit het orkest, heeft die solist zeer veel te doen. Het is nog net geen concert, maar eenvoudig is het niet. En als er geen zanger bij zou zijn, dan denkt u, ben ik misschien verdwaald bij een koffieconcert? Dat bent u niet. En daarna komt het koraal, waarin om zo te zeggen, alles zal recht komen. Veel plezier ermee.
Satans Plätze, ein falscher